Goedendag, lieve kijkers. Welkom bij weer een aflevering van Café Weltschmerz Boeken. Mijn naam is Peter Tonen en we gaan vandaag het boek behandelen: Het In het Oog van Lucifer van Maurits Prins, een man op leeftijd met een heel levensverhaal. Welkom, uh, Maurits. Fijn dat je naar de studio bent gekomen. Kun je, je iets over jezelf vertellen voordat we bij de inhoud van het boek terechtkomen? Ja, nou, mijn naam is nu al bekend, dus ik ben uh, jongiaans psycholoog. En, uh, ik ben in het zuiden des lands ooit geboren, in 1936, voor de oorlog. Ik heb de oorlog meegemaakt als kind. En, uh, nou ja, ik ben opgegroeid, ik had uh, een geweldige ouders, mijn moeder was helderziende. Uh, ze heeft mij heel goed kunnen begeleiden in mijn eigen hoogsensitiviteit. Hè? Want ik zag dingen, ik wist dingen. Aha. En ik kon dat allemaal met haar bespreken. En uh, vaak als ik dan dus, want je wordt missionair, koorknaap en zo. En als je dan, uh, ik wist al dat er dingen niet klopten. En ik zei tegen mijn moeder, ja, het, dat klopt niet, maar eens zal ik er mijn vinger achter krijgen. En uh, ik zei, ja, dat werkt toch niet zo? Of het klopt niet? En toen zei ze van, ach jongen. Hè, wij zien het anders. Hè? zoals wij het zien, zo is het. nou, dat was mijn steun. Hè? geweldig natuurlijk. Hè? hoe zij reageerde. wel, ik heb, ben, ik heb de scholen doorlopen, ik heb naar HVS gegaan, ik ben kloosterling geworden ja. <coughs> zes jaar en daar ben ik eind 57 van teruggekeerd. in die periode heb ik me bezig gehouden met de studie psychologie en met muziek. Hè? Klavier, he, orgel en zo. En ik, uh, ik heb wel het notenschrift uh, geleerd en zo, maar ik ben toch meer iemand van het improviseren. Mm -hmm. ja? uh, veel gezongen, want dat deed je in die tijd. He. Veel a cappella in kleine settings. Maar dat was mijn passie wel. En uh, nou ja, die studie psychologie. Nou, dat, daar ben ik uh, mee verder gegaan. Ik ben een. Uh, ik ben, daarna ben ik bezig, bezig geweest omdat ik als hulpverlener breed wilde zijn. Uh, ben ik een uh, opleiding gaan volgen in een ziekenhuis. Dat kon nog toen in die tijd. Hè. Drie jaar in de praktijk en theorie. Nou, en uh, na drie jaar had je dan het Witte Kruis. En uh, daarna ben ik naar het uh, provinciaal ziekenhuis gegaan in Zandpoort bij Bloemendaal. Daar heb ik in het Zwarte Kruis. En toen heb ik ook nog een paar jaar in de psychiatrie gewerkt. En in 1968 uh, ben ik met een praktijk begonnen. Ik heb mij niet geregistreerd. Ik was niet geregistreerd. Dat wilde ik ook niet. Ik wilde geen onderdeel van een systeem zijn. Ik was dus een dwarsligger. En uh, nou, dat, dat heeft mij nooit. Dat is altijd goed gegaan, want uh, ik heb geen dag zonder werk gezeten. Geen dag. Hè? En uh, nou, dat, is, uh, dat is mijn leven een beetje. En uh, ik. Die praktijk ja, die is gestopt in 2006, 2007. En toen wij zaten toen in de randstad. En uh, toen zijn we dus naar. Nou ja, we is, is jij, wij tutoyeren. Ja, ja, ja. ja. Jij en je vrouw. En mijn vrouw en, en ik, ja. Zijn we naar uh, Griekenland gegaan, een paar jaar, door vrienden die ik kende. Een Duitse jongen die ik uh, ooit ontmoet had. En die uh, woonde daar en die had een Amerikaanse vriendin, Mirilou. En uh, zo is dat. Uh, hij liet mij wat foto's zien van een huis dat stond te huren. En of ik niet geïnteresseerd was. En hij wilde graag dat ik ook naar Griekenland zou komen. Nou, dit en dat. Nou, dat hebben we dan gedaan. En uh, dat was een hele fijne tijd. Wel, ik ben teruggekomen ben weer aan het werk gegaan en uh, begin 2000 ben ik begonnen met een uh, met een groot onderzoek naar het heilen en zeilen van de rooms-katholieke kerk wat neergelegd is in dit boek ja uh, het bedrog van rome ja je kan het even in beeld brengen het bedrog van rome ik, ik heb dat boek met uh, in één ruk uitgelezen ja maar het is ik dacht dat ik veel wist over wat er op de achtergrond bij de katholieke kerk aan machtspelertjes gespeeld werd in de loop der eeuwen, maar het, ik, het was ook voor mij een openbaring. Het, het leest lekker, en, maar het is geen mooi verhaal wat erin staat in feite. Hè? Nee, want er staan ook pausen beschreven hè, en de, de dictatuur van de kerk. Hè, en, uh, ook, uh, ik heb diepgaand onderzoek gedaan naar de Bijbel dus, hè, wat men dan het woord van God noemt hè, in de christelijke kringen. Maar ik ben erachter gekomen dat het christendom op niets berust. Op niets berust. Nee, want het is een aanname, het is een hypothese. Het is de geïnjecteerd door Constantijn de Grote, de keizer van de Romeinse keizer. Die had met zijn vader dus een afspraak gemaakt. Het rijk moest eigenlijk één God hebben. Eén God, ja. En dat moest uh, vernieuwd worden. En dat moest iedereen. En daar kozen ze dus de, de Christiani vooruit. Hè? De christen die, die, die werden zo genoemd. En over welke tijd spreken we nu? Dan spreken we dus over drie, uh, 300, uh, 315. Hè? Is dat edict van Milaan uh, er gekomen? Dat deed hij uitbrengen. En daarin gaf hij die Christiani gaf hij vrijheid. Vrijheid van denken, vrijheid van uh, ceremonie, et cetera. Maar dat nou, kwam hem wel uit, waarschijnlijk. Dat kwam hem erg goed uit. Want hij, dat keizerrijk, dat Romeinse Rijk, was in verval. En hij moest dat een, een, een facelift geven. Dus hij moest dat opkrikken. Dus hij koos daarvoor om die, die religie te in, t, ja, te in, in te voeren. En dat gebeurde. Wel, en, uh, uh, maar dat is dus wat dan heet de, de Rooms-Katholieke Kerk geworden. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Dus het, het Rooms Rijk, het Romeinse Rijk stortte in... en de Romeins-Katholieke ja. Kerk ging er als het ware mee verder. Ja, ja en Constantin de Grote zat de eerste concilies voor. Hè, als Nicea, Carthago. Hè, en uh, dat, dat zat hij voor. Mm -hmm. hè, dus hij was... Hij had het credo, hè, het credo de, wat nog steeds in de katholieke religie gebruikt wordt... heeft hij geschreven. Aha, en dat weet niemand, maar dat is wel zo. Dus, dus, dus we hebben niet, uh, uh, hoe heet die ook alweer, Petrus als het rots... waarop de kerk gegrondvest nee. is, maar nee. het is uh, keizer Constantijn geweest. Juist, die heeft deze kerk opgericht. Aha. Ja, en daar komen alle, de, na de reformatie, alle andere christelijke richtingen... komen daaruit voort. Heel sectarisch natuurlijk is dat uit dan ingevallen. Wel... Dat is doorgegaan. Hij ging die, alle bischoppen uh, in zijn rijk, hè, Constantinopel, overal, ging hij dus uh, samenbrengen in Rome. En hij ging ze allerlei mooie baantjes geven. En hij uh, ging ze met goud omhangen. En, uh, nou ja, dan, wat, dan begrijp je wel wat eruit voortkomt. Hè? Dus uh, daar was het gif al ingespoten. Hmm. Huh? Dat deed Constantin. Nou, en dan groeit die kerk uit tot een. Het, is ook, het Nieuwe Testament is toen ook samengesteld. Ja, ja, ja. Dat, is, dat begon met in 310. Hè, uh, Athanasius, dat was een bischop van Alexandrië. En die deed eigenlijk wat uh, de, de, de bestaande geschriften, die gekozen waren in het, de Eerste Eeuw door Irenaeus, hè, dat was een bischop in Lyon. En uh, kijk. Uh, daar ging hij mee verder. En hij ging dat uh, veranderen. Hij ging dat uitbreiden. En uh, zo ontstond er dus een, een, een codex. Ja? De Vaticanus. Hè, heet dat. En uh, daar is het, en toen, er komt er 360 aan. Hè? Mm -hmm. uh, dan uh, komt uh, Hieronymus. Hè, kerkvader Hieronymus om de hoek kijken. Want uh, de, de paus. Hè, de hoofdwisschop. De hoofdbisschop, uh, die uh, van Rome, die had hem gevraagd uh, een, die Bijbel eens te bekijken en die Bijbel tot een goed geheel te maken hè, en dingen die er niet in hoorden eruit te halen. En zo heeft hij op 3500 plaatsen, 3500 plaatsen, heeft hij die Bijbel, die hele codex veranderd. En hij liet de gaten opvullen door monniken, contemplaten. liet hij verhalen schrijven. Zo is ook dat meest romantische verhaal van Kerstmis ontstaan. van een zwangere vrouw op een ezel. Hè? Dus die uh, in een grot. Hè? Terwijl die volkstelling helemaal niet. Daar, maar dat was enkel met betrekking tot Bethlehem. Hmm. Ja? <kijf> en en daar is dus eigenlijk. Een, die Bijbel is helemaal gecorrumpeerd. Hè? Ja, maar ik weet, ik weet zelfs dat het verhaal van een heilige geboren uit de maagd. op 25 december. Ja. al duizend jaar daarvoor bestond hè, in, in andere ja, religies. Ja, dat is ook gekopieerd. Ja, ja. Er is heel veel gekopieerd. Ja. Ja? Men heeft er één brouwstel van gemaakt. Ja. Ja? om het goed te laten smaken. en dat het goed bij het publiek aankwam. Bij de mensen. Met, met, met welk opzicht? Wat, wat was. De heeft, dat heeft dus met macht te maken? Macht en geld. Rijkdom. Mm. Oh, dus niks met religie? Nee. Ja. Nee, met religie als zodanig had het toen niks te maken. Men heeft dat. Nee, en dat is het eigenlijk nog. Dat concept is blijven bestaan. Het is. Ja, ik heb dat als jongen meegemaakt en ik zag dat gebeuren: dat mm. het een uiterlijk vertoon was. Was ik maar een kleine jongen. Mm. Ja? En ik was ook wel missionair, et cetera. Maar je zag, ik wist, het klopte niet. Ja, want je bent kloosterling geworden. Ik ben zelfs kloosterling geworden. Ja. ja. Dat kwam mede ook doordat ik me... Ja, ik ben iemand die me altijd uh, thuis heeft gevoeld. Ik ben... Uh, uh, ik kon makkelijk alleen zijn. Ik kon heel makkelijk alleen opereren. Ja. Dat wil zeggen dat ik uh, als kind, voordat ik naar school ging altijd ook al in stilte was. Ik, kon, ik hield ervan, dat noemde ik, kneuteren met mezelf. Hè? Mm. In een, in een, even zitten in, een, in, de, in de schemering of zo. En dan stil zijn in mezelf. Mm. Dat is, had ik natuurlijk, een natuurlijke manier bij me. Mm. Ik heb ook wat, veel... wat je nu meditatie zou noemen. Ja, klopt, mm. correct. En uh, dat, uh, ja, dat deed je in het klooster ook natuurlijk, hè? meditatie. En uh, ja, dat vond ik een vanzelfsprekendheid. Ja? En uh, dat is contact met jezelf hebben. Met het innerlijk, met het Goddelijke in jou. God, God zit niet daar of daar, maar God zit in jou. De bron van het leven. Ja. Jij bent aangesloten. Jij bent de, mede de bron. Maar dat moet je wel bewust worden. En veel mensen zijn dat. Niet bewust, Peter. Hmm. Veel mensen uh, die gaan en het leven en die denken dat alles maar vanzelfsprekend is. Maar ik zeg altijd tegen mensen: je mag er zijn, je mag leven, je mag ademen. Want ademen doe je ook s'nachts als je slaapt. Maar dat mag gebeuren. Dat is ge iets wat plaatsvindt. He? Je hebt uh, wel wat inv je hebt inv je kunt invloed uitoefenen op het motorisch deel van je fysieke lichaam. Maar. Op het autonome deel heb je geen invloed. Dat vindt plaats. He? Vertering, et cetera, de nee. organen, het hart klopt. Het klopt blijf, he? Dat gaat allemaal door. Mm. En dat, dat doe jij niet, dat vindt plaats. Jij mag, jij mag er zijn. Jij mag leven. He? Dat is een ander uitgangspunt dan dat je opstaat en zegt van... Uh, nou, uh, 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 vanuit het ego, uh, ik dit en uh, ik dat. Nee, het ego... Dat stelt niet veel voor. Hè? Jij bent een onderdeel van iets heel groots. Iets heel groots. En in het hele universum. We zijn, er is één groot licht, lichtenergie. Daar zijn we uit voortgekomen. En daar mogen we allemaal weer in terugkeren. Dat is de evolutie van ons mens zijn. Dit is een illusie. Hè? We leven in een illusie. Maar een hardnekkige, zoals Einstein het zei. Juist. <lacht> Juist. <lacht> ja. En hij had gelijk. Ja. Ja, en, en uh, hij is nog steeds niet de evenaar, Einstein. Dat is ook het mooie. Ja, of hij nou gelijk had of niet, maar hij heeft, ja. heeft de wereld ook verblijd naast die formule met geweldige quotes, vind ik. Ja. Ja. En eentje is dus van, de wereld is een illusie, zij het een hardnekkige. Ja. Ja, maar ik denk dat we dat denk dat een te... mooie aanloop kunnen nemen met je vorige boek naar <coughs> de roman die je nou geschreven hebt. Ja. Want jij beschrijft in jouw uh, vorige boek van enkele jaren terug, uh, ja, eigenlijk al die machinaties die, die, zich, die zich plaatsvinden... op de achtergrond van, van de katholieke kerk. En, en dan kom je ook uit bij Jezuïeten bij... Jezuvite, bij uh, vertel even, misschien moet je even een samenvatting maken... want het is, dit boek is misschien wel een aanloop geweest... naar de roman die je nu geschreven hebt, hè? Ja, toen ik... Ja. Want deze roman, daarvan is boeiend, die speelt in het nu... en is een, in een spannend verhaal, weet je... Ja, vergelijkbaar met uh, wat Dan Brown geschreven heeft ook. ook. Want het gaat ook over satanisme, het gaat over Lucifer... het gaat over duistere krachten binnen de kerk. Uh, maar dat, dat is waarschijnlijk ontstaan omdat je... je was al met een onderzoek bezig waarvan dat boek een weerslag uh, is. Misschien kan je daar nog iets over vertellen. Ja, ja. Ik, ik, ik ben in 2000 begonnen met het onderzoek, zeg ik... en uh, ik heb natuurlijk, dan kom je van alles tegen... Als je echt gaat onderzoeken, niet via internet, maar ook de plaatsen en documenten. Mm. En ik had dus een, een vrouw, een, een echtgenote, die uh, voor de troepen uitliep, want die was ook heel nieuwsgierig. Mm. En die houdt van uh, 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 overal infrunniken en kijken. Mm. Uh, en, uh, dus wij, ik kwam vanzelf uh, van alles tegen, documenten. En ik. Uh, al pratend, en, uh, ontmoette ik mensen, uh, op het terras, en zo heb ik daar ook een journalist leren kennen, vriendschap meegekregen, en, uh, helemaal. Waar boek... was dit? In Rome. In Rome. Ja? En uh, die had weer enorme connecties binnen het Vaticaan. Dus dan heb je een gewaardevolle bron. Hè? Nou, daar, dat als je goed dit 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 het nieuwe boek hebt gelezen, dan dan uh, kun je ongeveer een beetje de contouren ontdekken hoe dat hoe ik aan mijn informatiebronnen kwam. Hè? Nou, wel de al die informatie die ik daarbij nog verzamelde. Ja, die heb ik natuurlijk opgeslagen. Ik had uh, dat ook wel digitaal, maar ook uh, zeven partners vol met informatie, ja. En uh, dus ik, ik dacht, nou, ik ga eens een ander boek schrijven. En ik koos voor een roman. Ja, ik had nooit, ik heb nooit een roman geschreven. Het is de eerste roman die ik, uh, en ik heb er een thriller van gemaakt. Ook, en ik vind het een compliment als je zegt: Nou, een beetje het, de stijl van Dan Brown. Nou, Dan Brown is een uh, groot schrijver. Ik heb die Da Vinci-code en andere boeken van hem gelezen. En uh, nou, dan uh, vind ik knap. En uh, uh, ik dacht: Weet je, ik ga ook een professor uh, nemen en een assistente. Dus laat ik ook maar eens die richting opgaan. Nou, dat heb ik, het is me gelukt. Ja, je komt ook hier inderdaad weer een, een, een politieinspecteur en diverse mensen die vanuit hun beroep al ja. onderzoekend zijn. Ja. Die achter ja, allerlei grote geheimen achter schermen komen binnen ja. de Katholieke Kerk. Ja. Ja. En dat, dat is geen mooi verhaal. Nee, nee, maar het is wel een spannend verhaal. En het is een spannend en verhaal. Er verhaal er maar zit er zit ook veel humor in. Ja, ja. En het, 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 je kan ook lezen dat je inderdaad op die plekken. Uh, Rome, Brussel, Londen, Parijs, daar ben je allemaal duidelijk geweest. Dus je weet het precies te beschrijven ook allemaal. Ja. Ja. Uh, dus je hebt behoorlijk gedegen onderzoek gedaan. Uh, we gaan niet verklappen waar het boek verder over gaat. Maar, uh, maar ik, ja, zou, ik ja. zou wel de, de kijkers willen aanraden: dit boek te lezen, aan te schaffen. Want dit boek, daar ligt de kern in opgesloten. De kern waar het actueel vandaag de dag over gaat. Als u wilt weten wat er eigenlijk speelt in de wereld, dan moet u mijn boek lezen. Ja? U kunt het ook rechtstreeks bij mij bestellen. Ja? Of via mijn website, mauritsvrins.com. Ja? En dan zet ik er een mooie tekst in en ik zal het signeren voor u. Dan mag je, me, dan mag je de kijker ook vertellen uh, ja, waarom ze het mogen lezen... Uh, want wat beschrijf je in feite in dit boek? Ik beschrijf de situatie, de grond, de, grondbegins, of de grondslag van de situatie wat er nu speelt in de actualiteit. Over uh, die, die wespensteken en over die, uh, die, uh, neus, die testen en over dat virus, et cetera. Waar dat allemaal mee te maken heeft. Mm -hmm. Ja? En uh, dat er een elite is op de achtergrond, mm -hmm. die zich met duistere praktijken bezighouden. Mm -hmm. En ook met name met rituelen, als het gaat over kinderrituelen, et cetera. Nou, en dat dat, komt, dat, komt, dat staat daar allemaal in omschreven. Mm -hmm. ja, ik zal er niet te veel over zeggen, nee. natuurlijk, want dan ga ik de inhoud verklappen. Maar dat heeft ook alles met het Rome de katholieke kerk, het Vaticaan te maken. Ja? Alles is verweven met elkaar. De, ja? de katholieke kerk is dus niet wat die lijkt te zijn? Nee, het is een... Het is, ze hebben zich in de loop der eeuwen... hebben ze zich uh, schuldig gemaakt aan de meest gruwelijke zaken. Mm -hmm. Aan praktijken, criminele zaken, moord... Uh, hebzucht, uh, uh, machtsmisbruik en noem maar op... Dat kunnen we door alle eeuwen terugzien. Kijk maar naar de kruistochten, kijk maar naar uh, uh, ja, de inquisitie met name. Hmm. Nou ja, alleen al, ik, ik kan me herinneren van je vorige boek, daarin, uh, daar maak je melding van een, een x-aantal, beperkt aantal families die eigenlijk verdurende pauzen leveren. En dat had niets, niet veel meer met religie te maken, maar kennelijk met, met machtsposities bekleden. Natuurlijk. Uh, dat zijn de meest, meest bizarre perso personages. Zijn paus geworden. Ja. Hè? Er was zelfs een zeer overtuigd. Maar die behoorde tot zo'n familie. En die dacht: dit is, laat ik maar eens. Uh, dat is een rustiger leven. En dan kan ik toch uh, mijn gang gaan. Ja? En uh, die komt dan op zo'n troon zitten. Hè? Op de stoel van Petrus. Hè? Zo heet dat. Hè? Ja. <laughs> ja. En, uh, Petrus heeft er nooit op gezeten. Maar goed. Die. Die komt daar, en dan krijg je allerlei rariteiten, hè? misbruik van zaken, uh, we hebben een, dat, dat Vaticaan, er is ook nog een tijd een paus geweest, dat er een paus ook nog zat in Avion, in ja. Frankrijk, en één in Rome. Je hebt een vrouwelijke paus gehad, hè? Ja, een pauzin, hè? En uh, dat speelde in die tijd, en er waren allerlei uh, intriges, et cetera. En ook, uh, ja. Het Vaticaan, dat werd bezocht door, uh, uh, door schildknapen en door uh, uh, rijke dames uit Venetië, cortisanen, en uh, die uh, uh, dat zijn dan uh, uh, prostituees, hè? Uh, in de mooi, uh, maar uh, ja. Een, een, een katholieke priester moet toch celibatair zijn? Ja, 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 ja. ja. Zij, de, de, de macht in Rome heeft, weet alles precies te vertellen wat een ander moet. Hè? Mm -hmm. de, geloof, de katholieke mensen, die, als er iets was, dan werd ogenblik de moraliserende vinger omhoog gestoken. Hè? Mm -hmm. Als het gaat over euthanasie en zo. Hè? Maar kijk, iets prediken is prima, maar doe je het zelf ook voorleven, dat is een mm. ander verhaal. En dat hebben, ze, dat hebben ze altijd nagelaten. Maar wat? Daar, daarom is ook de Reformatie ontstaan. Ja? Dat is gebroken in ja. 1517 door Luther, Calvijn, Schwingli, en noem maar op. Ja. ja. Dat zijn mannen geweest die dus dat, uh, uh, met name <laughs> Luther, hè, die ging daar stellingen tegen dat aflaten, tegen al die zaken. En verrijking. Mensen moesten aflaten kopen. Hè? om eh, hoger in de hemel te komen. Ja? Hoger in de hemel, waar? Eh, die mensen hebben ook zich ook nooit afgevraagd... waar is die, waar is die hemel dan? Eh? Ze lieten dat zich maar wijs maken. Het, de dogma's. Eh? Mm -hmm. eh? Die er zijn. Eh? De onfeilbaarheid van de paus. Eh? De, Maria ten hemel opnemen. Maria onbevlekt ontvangen. Ja. Eh? Noem maar op. Ja, he? knap. Ja. Eh? Allemaal heel knap. Maar die dogma's... Dat, het, het woord dogma... dat komt van het Oud-Griekse woord dogeo. Ja, in het Nieuw-Grieks dogmata. En kijk, uh, dat betekent uh, verhaal, idee, verzinsel. Mm -hmm. Dus dat is de letterlijke betekenis. Je moest dus geloven in een verzinsel, idee, wat zij hadden uitgedacht. Mm -hmm. ja? Kun je nagaan wat voor zieke geesten dat waren? Mm -hmm. Ja, en dat vindt van allemaal, maar een tijd, eeuwenlang, analfabetisme. Mensen wisten, konden niet lezen en schrijven. Ja, bepaalde uh, mensen, daar, zij konden schrijven. De, de monniken, die konden, ja, schrijven, die konden ook schrijven. Ja, die konden ook schrijven, natuurlijk. En die, die deden dat ook. Hè? Die hebben ook zelfs, uh, maar die, die hebben toch zich altijd stonden buiten het katholieke bolwerk Rome. Ze hoorden er wel bij en ze deden ook wel in, de, in, dat, in, datzelfde, in diezelfde ceremonie mee, maar ze stonden er buiten. Ze waren autonome. Abdijen zijn a priori autonoom. Mm -hmm. Een abt staat daar aan het hoofd. En die abt bepaalt, die heeft, daar heeft een bischop niets om voor te zeggen. Nog de paus, dus. Nee, optisch ja. Ottoman. Ja, de, de paus, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, hij, hij heeft, uh, heeft niets met de bischop. Mm -hmm. ja? En dat is heel veel. Maar zo is dat ontstaan. En uh, dat zijn allemaal. Er zijn zoveel misstanden geweest. Zoveel mm -hmm. misstanden. Als je kijkt dat ze. Uh, priesters waren eerst net zoals in de Byzantijnse rites. Dus wij, wij zijn priesters ook getrouwd. Ja? Maar dat was tot 1100 ook. In, in de Romeinse, de Ro Romeinse kerk. Ja, en maar dat is een 1100 afgeschaft, want dat, die kregen kinderen... en dat, werd, dat kostte te veel geld, et cetera. Het ging alweer om geld. En daardoor... Ze roofden het geld. Je nagaat die uh, heel actueel, wat heel dichtbij is... Mm -hmm. hè? is die Australische uh, kardinaal, die dus in Rome zat... Mm -hmm. en die daar zijn, zijn uh, uh, penthouse, uh, of hoe heet dat? Zo'n uh, zo uh, duur appartement. Hè? Die, penthouse. penthouse juist, ik kwam zo even niet op het woord maar dat penthouse helemaal niet li oplifte, een paar ton uit het armenfonds daarvoor besteed, het is bewezen Nutsi heeft dat geschreven Ja, dat geschreven. was vorig jaar volgens mij, maar ja. jij zegt dat, het, dat dit al duizend jaren speelt dus in feite Ja, dit speelt al eeuwen Ja, en, en juist wat, wat ik hier ook aan lees is dat dus eigenlijk die macht ook telkens in handen is van maar een beperkt aantal families ja, dat zijn de Papal-families. Ja. Huh? Papal zijn de leveranciers van de pausen. Mm -hmm. En in de loop der eeuwen, wat deed zo'n paus? Huh? Die, uh, de enige was de, van de familie Borja, dan was het van de familie Orsini, en dan was het van de medici of wat ook. Maar zo'n paus, die, dat heet nepotisme, dan deed men die families verrijken. Mm -hmm. En dat, dat, dus, dat ging geld naar die families toe. Heeft dat een relatie met wat men in complotdenkerstermen de kabal noemt, de kliek? Dat is de kabal. Aha, dat is, dat is de huidige kabal? Ja, samen met de zionisten. Aha. De zionisten spelen ook daarin mee. En de Jezuïten ook, want de, de wat, Grijze paus. De Jezuïten, dat is, nou noem je iets. Ja. Wat zijn dat? Dat is een orde die is gesticht door. Uh, Ignatius van Loyola is de stichter, die is zich zo genoemd. Maar het was een edelman, Ignatius de Lopez. 15 e eeuw, zitten we dan? Uh, 15, ja, 1534 is hij ja. opgericht. Ja. Uh, door toestemming, hebben ze toestemming gekregen van Paulus, Paulus III. En uh, is die uh, orde tot stand gekomen. Uh, na een drogrij. Want hij was edelman daarvoor. Mm -hmm. En hij was in een duel was, was hij, uh, was hij uh, geraakt in zijn been en was kreupel. kreupel. Mm -hmm. En hij uh, kon dus helemaal geen furoren meer maken als edelman. Maar ook geen mooie vrouw uh, aan de partij krijgen. Dus hij ging zich richten op de religie. Ja, op de heilige. En hij verzon een verhaal dat hij... Uh, in een bouwvallige kapel had, was er een verschijning geweest van God de Vader en Jezus Christus. Mm -hmm. En Jezus had hem de naam doorgegeven van Société de Jésus. Sociëteit van Jezus. SJ, hè? Dat is hun, ja. hun uh, initiale. SJ. En, uh, en de logo van de Zwarte Zon. Huh? Dat zegt het al. He, die edelmannen die waren bezig in die tijd, met zijn vrienden was hij bezig met occultisme. Met. Uh, uh, met uh, ja, de, zwarte magie. Zwarte magie. Satanisme. Voodoo, uh, of wat wij ja, nu ja. zo noemen, et cetera. Maar uh, daar, dat soort praktijken. Zij, ze ging, het was ook een bloedgroep, want ze, ze verbonden zich met elkaar door, door een stuk te tekenen met eigen bloed. Hmm. He, dat hebben meer. Uh, grote uh, aanhangers van de donkere kant, hè, de duisternis, mm -hmm. net zoals nee, maar de Rolling Stones deden dat ook, hè. later hebben we dat ook gedaan. Hè. En uh, uh, ja, die zijn ook uh, lang door kunnen gaan, et cetera. Maar goed, ik ga, dan maken we te veel een grote sprong. Yeah. We blijven bij even bij het verhaal. De Jesuiten is yeah. dus een orde die heeft, uh, ja, die heeft de macht gegrepen in de kerk. En... Heel omstreden situatie, heel omstreden orde, want ze zijn in 1534 zijn ze opgericht in Montmartre, in, in Parijs, een bekende wijk natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, nou, toen zijn ze, en, en in 1556, dus nog maar twintig jaar later, ja, hebben ze al het eerste onderwijs in gang gezet. Onderwijs komt uit hun koker. Het huidige onderwijs? Ja, alles, alles, alles. Aha. Want een, een jezuïte is een bolleboos. Je moet een heel hoog IQ hebben. Je moet van genialiteit, over genialiteit beschikken. Hmm. Ja, om daarbij te komen. Anders kom je er niet bij. Je, wordt wel, je krijgt een hele screening. Je bent niet zomaar toegelaten tot de orde. En hun hiërarchie is zo opgebouwd. dat de gewone jesuïten, die die weten niet wat er boven, in de, boven speelt. Mm -hmm. die, hij kent een jezuiet, kent alleen maar degene die boven hem staat. Wat er verder is, dat weet hij niet. Hitler heeft dit concept ook gebruikt om zijn SS op te richten. Ja? Nou, die was zeer geïnteresseerd daarin. En die was ook heel geïnteresseerd in occulte zaken. Dus je begrijpt wel, dat, dat, dat klikte wel. Mm -hmm. En dat is zijn. zijn uh, drijfveer geweest om dat model te gebruiken. Wel, de Jesuiten zijn altijd doorgegaan en zijn in uh, 1773 uh, verboden door Paus Clemens XIV. Mm -hmm. En die zetten er een stop achter. Omdat Want, ze te machtig werden? Of? Ja, ze werden veel te machtig. Nee. Ze, hadden, ze hebben nu ook, nu in de wereld, hè, meer dan 20.000 leden. Nog steeds? Nog steeds. En ze zitten, je komt ze overal tegen. Wacht eens, ze zijn verboden. Wat is er daarna gebeurd? Toen zijn ze ondergronds gegaan. Oké. Okay. Want wat zie je in die 18e eeuw, 1773, ja. zijn, ze, zijn ze verboden geworden. Maar dan begint het. In datzelfde jaar, 1773, ja, gaat die. Uh, die bouwer, die uh, Armschel uh, bouwer. Armschel bouwer, dat is uh, ja. het hoofd van de wat later de Rothschild-familie. De Rothschilds, ja, ja. omdat ja. hij een heerboer was en had allemaal rode schilden, dan werd de naam Rothschild komt ja. daar vandaan. Wel, die ging dus samen met andere partijen en uh, connecties, ging hij dus om de tafel zitten. He, zoals de Rockefellers en uh, uh, is, dat, is dat ook niet het verhaal, die connectie met meneer Weishaupt... die de Illuminatie ja, heeft die ging dit? dat in, zes, in, in 1776. kwam Adam Weishaupt ja. he, op het toneel. En die ging die, toen die Illuminatie een feit was, toen ze zich verenigd hadden, ging hij daar leiding aan geven. Want Adam Bijshaupt was zat hoog in de vrijmetselarij en, en hij was een Jesuit. Aha. Weer Jusuit. En de vrije is daar ook mee verwant. Allerlei geheime organisaties. Maltese mm -hmm. ridderoorden, et cetera. Allerlei dingen zijn met de Illuminati verbonden. Ja? Kijk, en die... Dat, maar zij, zij zijn geen kabal. Mensen verwarren dat wel eens. En dan mm -hmm. zeggen ze, ja, uh, Illuminati, nee. Illuminati, dat zijn gewoon de uitvoerders... Van die hoge macht uh -huh. zijn de boekhouders. Uh -huh. ja? Rothschilds, hè? banken, uh -huh. Rockefellers, de chemie, chemische kant. Uh -huh. ja? En zo, zo, zo is er ook een familie, ik kom ze gauw niet op de naam, die heeft dus... Uh, uh, ...die heeft gezorgd dat we de, de waxindustrie... In, hebben gekregen, dat mensen verslaafd zijn geraakt aan roken. Ja? Uh, en, nou ja, ga maar na. De, de, de protocollen van Zion uh -huh. hè? komen daar ook uit voort. En die, staat, die kun je nog steeds op internet vinden. Protocollen van Zion. Ja? En dan kun je precies aflezen. wat er al tot stand is gekomen. Dan rol de agenda's maar uit. Hè? We praten toch tegenwoordig over een agenda 2021. Ja. Ja, ja, de Great 30. Reset, dat verhaal. Ja, de, dat ja. verhaal. Maar dat heeft daar ook mee te maken. Dat is ook daarmee verwant. Mm. Het is een uh, geruisloos. geheimzinnig. Duister systeem. Ja. Waar, je, waar de gewone mens geen weet van heeft. Mm. Die ziet dat niet. Maar je moet wel op onderzoek uitgaan. Mm -hmm. En aangezien ik een heel nieuwsgierig mens was, ja. heb ik dat al uitgezocht. Ja. En dat komt dan ook weer terug in dit nieuwe boek. Yeah. Ja. En dat, dat is heel belangrijk. Hè? Ik vind het te prachtig. En degene die deze cover heeft ontwikkeld, hè? Uh, die. Die heeft het begrepen. Die heeft het begrepen, want uh, het is gescheurd. Ik noem het maar even het voorhangsel. De, 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 de koor waar wij tegenaan kijken, vol symboliek. Ja. En dat is gescheurd. En, dan, zie je, en dan, dan komt de duisternis in zicht. In het oog van Lucifer. En ja, dan krijg ik de vraag: wie is Lucifer? Nou, Lucifer is een. Uh, Eigenlijk een... Uh... De, de, de lichtbrenger wordt hij genoemd. Ja. Ook bij de antrop in de antroposofie heeft hij eigenlijk een positieve connotatie. Ja. En, ja, zeker, 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 zeker. En... Uh, uh... Heet die van de antroposofie? De Meneer Steiner? Uh, Steiner, Rudolf Steiner, ja. Die heeft daar ook een prachtig verhaal van, uh, geschre over geschreven, mm. over de gevallen Engel. Hè? Ja. Uh, en dat was dan uh, Lucifer, en die uh, kwam in opstand tegen God, et cetera. Prachtig, prachtig, uh, uh, prachtig verhaal. Maar het is in wezen, uh, het licht heeft toegestaan dat er duisternis was. Mm. Want. Als je de, dat was nodig in de, du, in de dualiteit van ons, onze ontwikkeling. Ja? En dat kun je in de Sophia allemaal prachtig terugvinden, een heel oud geschrift, mm -hmm. hè? Wat, ook allemaal, wat ook weer in de, in de 18e of 19e eeuw uh, teruggevonden is. Maar dat kunnen we dat allemaal in terugvinden. Hè? Hoe dat prachtig omschreven, maar dan praten we over niet materiële zaken, maar dan spreken we over energie. 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 We praten, als we over het, de bron van het leven spreken, dan praten we over. Ja, dat mag je God noemen mm. van mij, maar. Uh, en ik, ik betitel het ook als, zelf als God, maar uh, dat is de bron waar alles uit voortkomt. En dat is energie. Wij zijn ook energie. Deze tafel is energie. Het mm. is alleen vertraagde energie. Maar mm. wij zijn fysiek ook energie. Ja? En uh, je noemde net de naam uh, Einstein. Hè? Dus ga maar een, 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 een voorwerp uh, uh, in, de, in de ruimte brengen, Laat me, dan, wordt, dan, dan wordt het ook energie hè? de snelheid die verhoogd wordt, hè? Mm -hmm. ja, dus uh, nou, dat, dat, dat is het leven. Dus wij leven in een matrix, we leven in een materiële illusie, illusie, wat in wezen niet de werkelijkheid is. De werkelijkheid komt pas aan de orde als we aan de andere kant zijn. De andere kant na de dood, wil, wil je ja. je? Ja, de dood, ja, dat is een fenomeen, oh, maar, maar dat we, blijven, we leven altijd. Hè? We leven ook door na de ja. dood, dat is wat je zegt. Dat houdt nooit op. Ja. Hè, mensen zijn daar misschien, vinden de dood een, een eng fenomeen of zijn daar bang voor, maar je hoeft daar niet bang voor te zijn. Hè? Hè, ja, jij bent daar niet bang voor? Nee, nee absoluut niet, want ik ga door. Ik heb dat ik heb dat ook gezien, hè, toen, uh, toen 10 mei 1940 de bombardement viel, hè, een boom in Tilburg midden in de Noordstraat, mm. hè, waar wij woonden. En mijn vader was toen op 10 mei s morgens uh, opgestaan en uh, mijn broer Peter was uh, heette Peter, 12 jaar, en uh, ik ging hem de trap vasthouden, Houten trap, want verderop was een lingeriezaak, Rikke, mm. van Rikke, en daar deed men dus vlakband kruiselings over de etalage te plakken yeah. in verband als er explosie was bleef het glas bij elkaar. Yeah. Ja. Nou er viel die bombardement en, uh, en ik ben toen uh, uh, ja, door, het no door het oog van de naald gekropen want ik ben over het kruispunt drie meter door de luchtdruk opgenomen en daar voor een radio zei ik op de hoek van de fabriekstraat bij Teurlings voor voor op, de, op de soep terecht gekomen. Maar ja ik had niets als een paar wondjes aan mijn benen, verder had ik niets. ik had ook met mijn kop ergens tegen, met mijn hoofd ergens tegen aan kunnen knallen, mm -hmm. maar dat dat is niet het geval. ik ben dus gespaard, hè. Sommige, je wordt dan je leven wordt geleid, hè, in mijn optiek. dus, mm -hmm. daar, ik moest verder, ik had nog wat te doen. en uh, dat is dan ook gebleken. en wel, mijn broer Peter... Was, was ook nog uit het vliegtuig geschoten. Had een kogel op de hersenen gekregen. En uh, daar heeft men dus met drie neurochirurgen, waaronder de bekende neurochirurg uh, Dokter de Groot destijds, uh, hebben ze dat proberen magnetisch af, eruit te halen. Is niet gelukt. Hij heeft nog 89 dagen geleefd. En mijn moeder ging hem verzorgen drie keer per dag. Uh, en die vrouw heb ik nog nooit geen dag zien verzaken. Maar zij wist dat, want ook ik zag Peter. Peter, was in de kist, was opgebergd bij ons in de voorkamer. Mm. Je kent dat wel. Mm. En ik ging iedere, iedere dag ging ik even naar hem kijken. Mm. Maar hij was, er, hij was er zelf ook. Ik zag zijn, zijn entiteit. Mm -hmm. en mijn moeder wist dat ook. En mijn moeder, dus... Broe, je zag een fysiek lichaam ja. waar, van een overledene, ja. maar jij kon ook, ook iets meer waarnemen. Ik kon, ik kon, ik kon de entiteit waarnemen, mm. het licht. En uh, dat heb ik zo vaak bij begrafenissen ook meegemaakt. Mm. He, dan ging die, werd de kist naar binnen gebracht in de kerk en zo, mm. en dan liep de persoon daarnaast. Mhm. Ja, dit soort zaken, ja, ik, dat, ik praat er nu over, maar voor, me, voor veel mensen is dat misschien niet, te, uh, gaat dat te ver, maar uh, ja, ik vertel even iets uit, uit mijn eigen leven. Ja, ja maar, maar. Je hebt uh, al verteld dat je als kind al iets. Ja, laten we zeggen, helderziend was of dingen kon Hoogsensitief, zien. Ja. Hoogsensitief, ja. Ik, ik, ik maakte dingen mee. S'nachts zweefde ik boven Tilburg. En ja, dan ja. zag ik mensen in, de, in, ja, ja. In, de, in bed liggen en in, ja. in huizen. En uh, s'morgens was ik weer terug. En, en dat maakte dat je ook wist... Jongens, dit, hele, uh, die, ook die katholieke kerk, alles wat ons verteld wordt, is een sprookje. Ja, een mooi voorbeeld heb ik neergelegd in dit boek, het Blof van Rome. Ja, maar, uh, ja, zo'n koster ook, hè. er was een koster in die kerk, hè, en, uh, was een, uh, ja, en die had een stofjas aan, en ik zag die man altijd, uh, deed hij dat kistje open, en dan met een fluwelen doek pakte hij die kelk, en die zette hij dan daar neer. Hè. Mm -hmm. En uh, dan mag je dan mag je nooit aanraken, hè. Mm -hmm. zo werd er, want ja, de, de, wat je dan, weet je nooit wat je kan overkomen. Ja. Zo ging, werd er op je ingepraat. Hè? Ja. Hè? Net zoals dat men wel eens zei van, jij wordt zeker ook later priester. Hè? Hè? Dit soort dingen. Mm -hmm. hè? Uh, maar ik dacht van, joh, dat is toch waanzin. Waanzin. En toen was ik één keer alleen in de sacristie, die heet die ruimte waar hij nee. zich aankleed. Hè? Ja. Uh, uh, en uh, toen dacht ik, nou, nou, de kans van mijn leven. En ik pakte <laughs> die kelk, Peter, en ik gief hem omhoog. En dan schrijf ik: Ik heb er nooit geen besmettelijke ziekte aan overgehouden. <laughs> Boom. He? Begrijp je? Dus de toren gods was niet aanwezig nee, dat Nee, er om... is geen toren dus, God is liefde. Ja. We, zijn, we, zijn allemaal, uh, we zijn allemaal liefde. Oh, nou doe ik iets. Ik kom aan mijn. Uh, nou, dat mag niet. Jij, ja, je, je kan je microfoon met je even. Je kan het zo goed hangen. Ja, zo is hij er weer. Ja, mooi zo. Ja. Ik deed iets uh, ja. wat niet mag. He? Maar uh, goed. Uh, dat, dat, dus, dat zit kennelijk in je, ja. ja. ik heb meer dingen in mijn leven gedaan... die ik niet uh, mocht doen. Officieel niet mocht doen. Ja. Ja. Ik was dus een beetje... Nou ja, zo was al, alleen al een onderzoek hiernaar doen... en hierover vertellen. Ja. Want je openbaart nogal wat. Ik bedoel, die katholieke kerk is voor, nog steeds voor velen... een, 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 een houvast. Ja. En jij laat zien dat het gewoon... ja, drijfhout is. Wat u... Ja, dit boek ja? heeft zoveel reacties op, op uh, mensen die reage, gereageerd hebben op dit boek. Hè? Mm -hmm. ja? Dat ze er troost in vonden. Dat ze zelf zo misbruikt zijn in de, uh, door de mm -hmm. kerk. Hè? En dat ze hier troost in vonden. Mm -hmm. ja? nou, en uh, dat ze blij waren dat dit boek er is. Mm -hmm. ja? ik, kreeg een, ik kreeg een brief van een monnik, Peter. Mm -hmm. Een monnik. Mm -hmm. ja? Die schreef mij, beste meneer Prins, een prachtig werk wat u heeft geschreven. Ik had het in uw plaats niet gedurfd doen. Mm. Maar ieder woord wat u schreef is waar. Mm. Prachtig, toch? Prachtige reactie. Ja, zeker uit die hoek. Ja, een monnik. Ja? Hè? Tuurlijk. Ik, de man heeft. heeft heeft mij dus, uh, heeft dat boek gelezen? Ja, maar het is bijna als je je, je vorige boek leest hoe je de, hoe je de katholieke kerk beschrijft, het is bijna alsof het in, in werkelijkheid het tegenovergestelde juist is, als wat gepreekt wordt. Ja. Het, het lijkt wel inderdaad niet de kerk van God, maar juist van Satan. Ja, maar dat is ook, want Paus-Paulus VI heeft de Satan weer in de Lucifer, weer in de basiliek Sint-Pieter. En dat was wanneer? Dus, de Paus-Paulus VI is na Johannes de 23e, dan spreken we over 60 jaar jaren in de voordeur. Aha. Oké. Okay. Ja? Ja? En toen is dat weer met een ceremonie in de basiliek Sint-Pieter in Rome weer geïntroduceerd. Ja, dus. Het is zo. En hoe mogen we de huidige paus plaatsen dan in, in, in dit hele verhaal? In de, in nou, daar heeft uh, Horario, Horatio uh, Verbitsky, een, uh, een Argentijnse journalist, heel veel over geschreven toen ik kardinaal was. En uh, Wisschop, hij heeft ook uh, met dat... Uh, um, met Fidela, het regime van Fidela meegedaan. En, uh, heeft de, ook, de familie uh, van Maxima, onze, ja, dus daar, onze koning. Daar, ja, ja, daar heeft hij heel veel mee te maken gehad met Maxima en de familie. En uh, daar, uh, wel, uh, hij, heeft als, hij is als paus gekozen onder, uh, uh, omdat de zwarte paus, de generale overste van de Suïte, die is. Die, noemt ze, die heet de Zwarte Paus. Er zijn drie pauzen, namelijk. Grijze, dat is Pepe Orsini, van de familie Orsini, hoog in de kabal. En dus grijze, de Zwarte Paus, dat is de generale overste. Dat is nu Arturo Sosa. He, we hebben ook een Nederlandse generale overste gehad, He, Peter Kolvenbach. Peter Hans-Peter Hans Kolvenbach heette hij. Ja. En uh, die uh, hebben we gehad. En, uh, nu is die Sosa, die Venezolaan, aan de witte paus. Maar goed, onder druk van die zwarte paus... Mm -hmm. is dus uiteindelijk... Uh, uh, Jorge Mario uh, Gregor, uh, Bergoglio... Huh, is, zo is zijn naam... Huh, uh, is tot paus gekozen. Ja? En zo is de driehoek ontstaan. Want het is de eerste keer in de geschiedenis... dat er een witte paus in Rome een Jesuit is. De eerste keer. Want hij is een Jesuit. Ja, hij is muziek. En dus is die driehoek. Nou, dus hebben ze dus alle macht gekregen. En ja, dan. het verhaal is dat hij schoon schip ging maken. en einde ging maken aan het kindermisbruik in de kerk. Dat is het. Nou, dan moet hij diep in zichzelf eens gaan kijken. Aha. En daar heeft Verwitsky ook het nodig over geschreven. Aha. We zullen het onthouden. Of misschien in de tekst vermelden onder deze video. Ja. En uh, de man had natuurlijk, het eerste wat mij opviel toen deze paus in functie was, mm -hmm. met zijn charme offensief. Ja. Ja? En hij ging rond tussen de mensen. En wat me opviel, hij moest ieder kind kussen, knuffelen, ja. oppakken. Ja? En dat, uh, dat zette mij tot nadenken. Aha. En Voor jou dat, was het eerder verdacht dan dat het, dat het iets liefdelijks ja, was? Ja, waarom? ik kan even goed vriendelijk en liefdevol overkomen aan de mensen, maar dat vond ik wel zo uh, aanmatigend. en, uh, en uh, uh, ja, ik vond dat uh, raar hè? Mm -hmm. om, om uh, al die kinderen zo te knuffelen, mm -hmm. te kussen en zo. Hè? En het viel mij op dat toen een keer in een kerst, uh, kerstviering uh, dat die uh, ze hebben daar een kerststal met een jezuskind in die kerststal mm -hmm. en uh, dat hij dan uh, en normaal kus, kussen ze dan zo'n kind aan de voeten, maar hij, hij kust dan altijd dat precies op de plek waar, de, waar je uh, mag aannemen dat er geslachtsdelen zijn. Ja? Dus dat viel mij al gelijk op. Ja, ik, ik zie alles. Mm. Ja, het zijn kleine details, mm. maar het vertelt mm. mij heel veel. Mm. Ja? En, dat, en, ik noem dit geen dit is Het is natuurlijk een detail, maar ook helemaal niet, als ik het zo hoor. Ja. Ja, maar ja, dat, 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 dat zag ik. Dat zou gebeuren? Hè? Ik zat naar de televisie te kijken, en dat zou mm. gebeuren, dacht ik, ja, wat krijgen we nou? nou het zijn maar kleine dingen, maar eh, je moet goed kijken altijd. Wat, wat is dan de invloed? Kijk, we kunnen vaststellen dat de, de, de kerk, althans in het Westen aan een leegloop is, letterlijk de, de, ook de fysieke kerkgebouw is aan leeg. Maar uh, kunnen we stellen dat ze dus nog steeds macht hebben? De, 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 ze, de kerk. De, 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 de machten achter de kerk? Ja, ze hebben nog steeds alle macht. Alle macht. Dat uh, de kerk als zodanig, de kerken, dat is niet meer interessant voor ze. Maar wat wel interessant mm -hmm. is, is macht. Dat hebben ze eeuwen gehad. Mm -hmm. Zij waren verweven met de wereldlijke macht. Mm -hmm. ja? Zij waren de macht in de wereld, de kerk. Ja, de paus stond ook boven de koning en de keizer. Ja. Bonifacius, ja. de zoveelste, die heeft die. Uh, Unam dus die, die grote encycliek uh, uitgebracht en waarin, waarin hij stelde dat alle koningen ieder welk gezag onder de paus van Rome komt te staan. En dat, dat was een uitspraak en dat, daar heeft iedereen zich altijd aan gehouden. Maar ik weet niet beter dan dat die pausen gekozen werden en dan had je die witte rook, ja, ja, de Sixtijnse ja, ja. kapel geloof ja, 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 ja. ik. Uh, dus dat is toch heel democratisch? Of wat zie ik dat verkeerd? Ja, dat is zo. Zo, zo hoort het. De Heilige Geest. Hè? Dat is ook een, een formulering van de Katholieke Kerk. Ja? Hè? Dat de Heilige Geest die, die bepaalt dan samen met de kardinalen wie de paus wordt. Mm -hmm. ja? Maar als ik kijk naar die, bijvoorbeeld die gekozen Franciscus, dan weet ik, weet ik uit mijn, mijn bronnen. Uh, weet ik dat uh, daar heel veel aan de hand is geweest om uh, het voor elkaar te krijgen. Allemaal op één, uh, op één uh, hand te krijgen om, die, om hem tot paus te kiezen. Ja? En dan, uh, dat gaat, heeft ook met geld te maken en andere zaken. En, en, en verder laat ik het voor wat het is. Maar okay. dat is, dat zijn, uh, daar spelen allerlei, zijn allerlei intriges aan vooraf gegaan. Ja? En dat, dat, is, dat is wat mensen... Dat achter de schermen blijft, wat mm. achter het decor blijft. En dat weten mensen niet. Mm. Ja? En daarom heb ik dit boek, De Bedrog van Rome, heb ik geschreven. Omdat ik vond dat, ik schrijf ook in een boek. Ja? Het ware beter dat de dat zij dus eens een keer eerlijk voor de dag komen. Hè? Mm. Dat ze zich, zich een ware gezicht laten zien. Ja? En je kunt wel prediken, maar je moet het ook de mensen voorleven. Ja, ik, maar jij ja, en ik ken er waarschijnlijk en veel katholieken ook gewoon een, een hele mooie een, 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 katholieke priesters die, die echt wel. Oh ja, ja. Uh, ja. Het kan toch niet alle. Oh nee, nee. Ik ken een hele goede en die, 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 die ken ik nog steeds. En uh, daar heb ik alle, alle respect voor en alle hoogachting. Mm. Ja, en ik heb ook, maar het is ook vaak moeilijk hè, en zij weten dat ook wel. Ja, en uh, het is ook vaak moeilijk als je op een bepaalde leeftijd bent om dan dus ook uit zo'n organisatie te stappen. He, we zijn ook allemaal mensen, daar heb ik best begrip voor. Ja? Ik heb ook uh, uh, in mijn praktijk, uh, praktisch leven, heb ik uh, mensen bij me gehad hè, uh, dat uh, een, een priester dus uh, uh, een, een relatie had met een vrouw die uh, ook kloostering was geweest. En uh, ja... Uh, nou ja, dat, dat, daar heeft hij heel erg mee gestoeid, hè? en uh, veel gesprekken mee, uh, meegevoerd. En hij zei, uh, nou ja, toen heeft hij dan toch besloten, hè? ja, want je zet, staat er dubbel in, heeft hij toch besloten om dan zijn functie neer te leggen bij de kerk, in de kerk. Hè? En is hij gewoon als leraar, hè, gezien, zijn, 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 ja. gezien zijn achtergrond, als leraar verder gegaan. Hè? Maar dat is allemaal heel, 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 ja, Heel, heel aannemelijk, heel, heel, heel begrijpelijk. En, uh... Ja, maar dat is wat dan aan de basis gebeurt. Ja. Maar jij beschrijft ook vooral hoe hoger je in de top komt. Ja. En als het allemaal in compartimenten verdeeld wordt, dan weet ook inderdaad degene die twee stappen boven staat, die ken jij helemaal niet. En je nee. weet niet dat daar de, nee. de opdrachten vandaan komen. Ja. Dat weet jij, ja. En wat je ook mooi weet te beschrijven, dat het eigenlijk maar, wat ik al straks al zei, een beperkt aantal families is wat telkens die touwtjes. 13 vermees. Ja. Het getal 13 speelt overal. 13 illuminati vermees. Mm. 13 is het, vo, vo, het, het, vo, het getal dat voorkomen is. Hè? Mm. Dat is een, uh, het heilige getal, hè? 13. Hè? En uh, dat is ook zo. 13, nummer, de getallen zijn ook symbolen, maar zijn ook energetisch verbonden. 12 en veel... 12. Dus 1. Ja. Je hebt de 12 apostelen. Ja. En plus... Jezus. Juist. Ja. Ja. En dat is daar komt ook het getal 13. Hè? En dertien uh, wordt als ongeluksgetal uh, ook wel gezien, maar ja. dat is onjuist. Het is juist een heel, heel rijk getal. Het ja, is een, ja ik, dan kom ik met mijn kennis over Maya-kalenders. Daar is een heel belangrijk getal en dat is een, een vrouwelijk krachtgetal. Je hebt ja. 13 manen in het jaar en nou goed, dan ja. krijg je een heel verhaal over 13. Ja. Een vrouwelijke energie, hè? Ja. Dat speelt daar een grote rol in, hè? Ja. En vrouwen zijn altijd ook weggedrukt door de kerk, hè? Zijn kerkvaders geweest, hè? Die de vrouwen, hè, uh, uh, Ja, uh, mislukte mannen noemen, noemden. Of yeah. uh, ze, hebben, ze hadden <toss> te veel vocht in zich. Daarom hadden ze ook zo hadden ze van die weken delen. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, je kunt toch nagaan wat bizar dat is, hè? Yeah. Zijn als heks vervolgd, hè? Huh? Omdat ze, uh, Ja. Vrouw waren en dat ze zich met kruiden bezighielden of met andere dingen. Ja, met ja. De, de natuur en niet ja. met uh, en natuurlijke processen ja. en met hun gevoel ja. en niet met ja, marktcontrole. En, en, en. en daarom is het ook niet vreemd dat dus uit dat, uit dat uh, complexe gebeuren of uit dat, uh, uit dat instituut. Uiteindelijk, hè, middels de Jesuiten natuurlijk weer, hè, dat daar dus uh, de, de, de grote verlichting, wat wij de grote verlichting noemen, mm -hmm. hè, in de 18e eeuw. Het was eigenlijk een ordinaire hè, academische strijd, hè? want het ging alleen maar om het traditionele. De, mm -hmm. reden, de reden moest zegevieren en al de holistische kanten moesten aan de kant. Hè? Kijk maar naar Haneman, naar, naar Mesmer. He, kijk ja, de uh, homeopathie. Uh, ja. ja, en, en de energie, eh, Mesmer dus, die had ontdekt dat Maar die, er wordt altijd gezegd dat de verlichting ons toch heel veel gebracht heeft. Ja, ja. Nee, dat, dat wordt gezegd. Heel, heel, heel veel bijgeloof werd in één keer... Uh... Ja, dat is de alchemie is helemaal verdwenen. Ja, ja, ja. ja. ja? Alchemisten, die mochten niet meer er zijn. Ja. Hè? Maar dat is altijd, als jij, als jij dus uh, macht hebt, dan kun je alles uitroeien. Hè? Men wil nu ook mensen uitroeien. Ja, uh, laten la, we even terug naar nu. V want uh, het grote verschil tussen jouw vorige boek en dit boek is niet alleen. Dit laatste boek is een roman, het is een thriller, ja? met inderdaad ook nog grappige elementen erin. Uh, en dit speelt in het nu. Ja. Want dit is, dit, is, dit is geen geschiedenisverhaal. Nee, 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 nee. En, dus laten we even. Maar het is fictie. Het is, ja, ja, ja. <laughs> ja, het is allemaal op de duim gezogen, hè? Ja, nee, nee. Zullen we maar zeggen. Um, nee, wat, wat, wat kunnen we er nu van leren? Van deze, de, want de huidige coronacrisis, of de, 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 de QR-code, de, de, de zaken waar we nu mee zitten. Kijk. Dat is ook weer een, een. Of maak ik nu een raar gesprong? Nee, 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 nee. Ook in het nu spelen al die elementen op an, onder andere noemers. Maar het speelt. Wat er altijd gespeeld is, speelt nu ook. Het gaat om machtsmisbruik en mensen onder de knoet te houden. Mensen tot slaven te, la te laten zijn. He? Als je daarin meegaat, dan ben je, dan ben je een slaaf. Dan ben je verloren, als het ware. Dan ben je hun, hun prooi geworden. Even, even praktisch. Ja. Zijn het dus, bij wijze van spreken, die dertien families. Uh, die nauw verweven zijn met. wat er op de achtergrond aan macht is. bij de katholieke kerk, zijn die ook, bij wijze van spreken, verantwoordelijk voor het verplicht invoeren van vaccinaties? Ik, ik maak nu misschien een rare sprong. Nou, ik durf. Een, ik, ik durf uh... Ik, 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 weet, ik weet absoluut zeker... We, we, dit, een, waar we nu, dit kan van YouTube verwijderd worden weer... Hè? wat we nu gaan zeggen misschien... maar spreek vrij uit. Nou ja, kijk, er zijn machten... die uh, uh, vanuit, vanuit de, de religieuze kant, de religie... zijn er machten die uh, samengaan met... Weer, die op het wereldtoneel... Machtig zijn. Mm -hmm. Ja? En die ook. Uh, medisch zijn opgeleid. Mm -hmm. En die. Uh, mee hebben gewerkt aan dat vaccin. Mm -hmm. En. Uh, uh, die daar. Uh, belang bij hebben. om dat. Uh, wereldwijd. er te laten zijn. En er zijn mensen die dus daar. Uh, ja, Goedgelovig in, in uh, meegedaan mee hebben. Ik wist wis van meet mee af aan dat ik, uh, ik, ik, ik ik heb helemaal een hekel aan uh, uh, chemische zaken en, uh, en ik zal me nooit laten vaccineren. Dat wil ik ook niet. Huh? Maar, uh, maar mensen die dat uh, daarin geloven, de dokter is, uh, ja, de dokter weet het, dus zal het wel goed zijn. Ja, maar het is veel beter om zelf eens na te denken. En te kijken, die dokter is ook een mens. Ja? En die is ook gevoelig voor allerlei zaken. Ja? En die wordt. Ik, ken, ik heb. Nou ja, ik hoef daar niet uh, geheimzinnig over te doen. Ik heb zelfs uh, zelf vrienden die zijn arts. En die. Uh, ja. ja, die kunnen zes, jaar per, per, zes keer per jaar op vakantie. Ja? En uh, dat wordt allemaal geregeld. Ja? Dus het wordt allemaal betaald, gefinancierd. Hmm. Ja? Nou ja, dat wordt ook door die machten gedaan. Dus, dus de WHO. dan ga ik even kijken op mondiaal niveau. Uh, uh, daar, die zijn ook geïnvesteerd. Ja, dat wordt een beetje. Het is, is complot denken. <coughs> door, door dit soort krachten. In feite, door die ja, zeker. Nou, ja. dat zijn geen complottheorieën. Dat zijn en wij en, wij, en nu, dat maakt me niks uit of ze dat nou uh, als dat gezegd wordt, maar. Uh, uh, of wappies, hoe je dat wil noemen. Maar het is gewoon een feit. Het is gewoon een feit. Ja. Het is bewezen, nu bewezen dat er in dat vaccin... niets te maken heeft met uh, bestanddelen die tegen dat virus zijn. Dus daar daar zit de DNA in. Daar zitten uh, zaken in die ten nadele van de gezondheid van mensen zijn. Het heeft dus niets meer met gezondheid te maken weer de omgekeerde wereld. Het is de omgekeerde. Het is weer anders dan... Dat heeft ja. een dient een andere agenda. En dan komen we op het gebied uh, van een uh, WEF, World Economic Forum, hè, hè, uh, van dat uh, die Great Reset, hè, komen we dan terecht en ja, dat is... Uh, uh, die kant moeten we niet op. En dat is dat getij is aan het keren. Gelukkig. Ja, laten we la, 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 kijken of we het positief kunnen af. Ja, nou ik wil, nee, oh, ik, natuurlijk, ik wil dat ook uh, duidelijk uh, zeggen, voor het voetlicht brengen: dat het getij aan het keren is. We gaan de goede kant op. Het is, het, is, is zo, het is al gebroken. Maar dat zijn de laatste stuiptrekkingen. Er is niet zo gevaarlijk... een dier, het wild die aangeschoten is. Die is yeah. nog veel gevaarlijker... als dat een tijger die aangeschoten is... veel gevaarlijker dan een echte tijger. Yeah. Yeah. Ja? Yeah. En dat is ook met dit fenomeen... speelt mm. dat. Vandaar... Dat ik dat zeg, maar uh, het, het is aan het keren. We gaan de positieve kant op. Als ik zie hoeveel mensen in de laatste, uh, het laatste jaar, hoeveel mensen er wakker geworden zijn. Hmm. Ik ken nu mensen die zijn gevaccineerd en hebben heel veel spijt als haar op hun hoofd. Hmm. Ja? Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Er is geen medicatie voor, hè? Tot nog niet. Ja, waarom niet? Zou, de, 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 overal is een oplossing voor, ja. zeg ik altijd. Ja. Maar misschien ja. dat dat nog gaat komen. Ja. ja? Maar goed, ook. Um, en wij we, we zijn, we zijn als mensen eigenlijk zo uh, gemazeld, zo uh, geïndoctrineerd, dat we uh, angst hebben gekregen. Mensen is angst opgelegd, alle eeuwen door. Hè, over uh, angstig daarvoor, uh, angst voor de dood, met name. Nou, het is geen reden om angstig te zijn voor de dood. Mm -hmm. hè, want je gaat verder. Hè? Het, ik denk maar terug aan, de, aan een video die ik laatst zag van een oude vrouw, die was in de negentig en die zei hè, in dat, in die, op die video: van, Ik ben nooit naar een dokter geweest. Ik, ben nooit ge, ik heb me nooit laten vaccineren. Mm -hmm. ja? Ja, jij hebt me ook verteld: Je bent ook nooit naar een dokter geweest, nee. Hè? Nee. Je bent al 86, maar. Nee. Ik ben 86 lentes jong. Ja. En ik voel me heel vitaal. Ja. En ik ben nog volop actief. En zeker niet bang voor de dood. Je hebt er nog geen zin in waarschijnlijk. Maar nee, ik wil tenminste... nog echt wel een ja. paar jaar mee. Ja. En, ik, en dat wil mijn vrouw ook natuurlijk. Ja. Hè? Maar uh, nee, ik ben nergens... Ik ben niet bang. Waarvoor zou ik bang zijn? Als, ik zeg altijd, als, uh, dat zegt uh, die, uh, die uh, yogi uh, Paramahansa Yogananda zo mooi. Hè? Uh, uh, als je met God bent... Dan kan je niets gebeuren. Mm -hmm. Ja. En zo zie ik mijn leven. Ik, ik ben, ik vind, ik, ik, ik haal mijn vreugde uit mijn contacten, uit mijn meditatie. En daarom nodig ik mensen ook uit. Mm -hmm. Neem eens een keer een moment van stilte. Het is zo eenvoudig. Mm -hmm. Als kind vond ik dat fijn, maar dat kan iedereen. Even los van het alledaagse. Even stil zijn met jezelf. Even een rustpauze. Even stil zijn. En probeer daarbij het denken niet toe te staan. En als er dan toch een gedachte komt, niet actief op ingaan, die ebt wel weer weg. Stil te zijn, dat geeft rust. Dat geeft kracht. Jezelf ontdekken. De bron in jezelf. En als je dat doet, dan word je een rijk mens. En dan ga je anders in het leven staan. Dan ga, dan ga je er anders tegen kijken. Je wordt dan minder afhankelijk ja. van externe factoren. Jazeker. Of het, uh, daarom, ja, zeker. En daarom nodig ik ook mensen uit om dat te doen. Want tevreden, wij, wij zijn vele malen sterker als dat clubje wat denkt van alles ja. over ons te vertellen. Er te zijn er maar een paar, hè? Ja, ja. er zijn er maar een paar duizend. Ja. Vijfduizend misschien. Ja. Nou, wij zijn zo'n dus 7,5 miljard mensen. Ja. Kunnen we dan dus die vijfduizend mensen. Wat is dat nou? Maar we, we hebben het ons wel eeuwenlang laten aanleunen. Hè? Ja. We, hebben, we hebben ze ook die macht gegeven, in feite. Maar ja. wat jij zegt is: hé, hey, dat ligt bij onszelf. Ja. Die, die macht. Ja, en dat, nee. Maar dat is, niet, dat is geen macht. Dat is een, nou, het woord macht klopt dan niet hè? dan wordt het kracht. Kracht, dat is het. Ja. Een innerlijke kracht. Ja. Macht heeft met ego te maken. Ja. Maar het ego moet daar. dat moet je afpellen. Je ja. moet naar, de, naar je innerlijke kracht toe. Ja. ja. En. Dan, dan ben je vele malen sterker. Dat is toch, uh, ik, heb eens in, ik heb situaties meegemaakt. Ik heb ooit een vrouw in bescherming genomen. Hè? Die wilde, was uit de prostitutie gestapt. Hè? En uh, dat was tegen de zin van uh, de man die daar uh, leiding aan gaf. Hè? En uh, was een negroïde man. En die kwam bij mij, de, het was het einde van de middag de praktijk binnen en dan zou ja kun je twee dingen doen bang zijn of niet bang zijn en ik ging in alle rust naar hem toe en uh, ik stond voor hem en ik keek hem aan ik zeg u kunt hier wachten ik zeg maar u kunt ook uh, buiten wachten ik zeg maar uh, En ik was, had alle rust, Peter, mm -hmm. en hij ging gewoon weg. Ja, een man met. Uh, ja, huh? en, en, noem, we noemen dat kleerkasten wel eens. Huh? Huh? Maar, uh, dat, maar daar was ik niet bang van. Nee, mm -hmm. wat kan mij gebeuren? Yeah? Er is toch een gezegde: als God met mij is, wat kan mij dan overkomen? Mm -hmm. Ja, en dat is het. We zijn het padje kwijtgeraakt, mensen. We zijn, we zijn op een dwaalspoor gebracht. We, zijn met, we hebben zoveel lading over ons heen gekregen, hè, waarvan we dachten dat het dat was. We zijn alleen maar geïndoctrineerd, de verkeerde kant op gestuurd. God is, dat heeft die kerk ook gedaan, God buiten de mensen geplaatst. Mm -hmm. hè, op die wolk gezet. Een oude man met een grijze baard. God de ja. Vader. Ja, we hebben, ze hebben daar een dogma van gemaakt, een verzinsel. He? God de Vader, God de Zoon en de God de Heilige Geest. Ja? Ja. Waar gaat het over? Denk eens na en, en ga zelf kijken. Ga zelf nadenken. We zijn het van, de, van, de, van de weg afge, afgedwaald. We moeten weer terug naar onze eigen weg, ons eigen koers gaan. Want ieder gaat zijn eigen weg. We hebben allemaal ons karma, dat heet zo. We gaan allemaal onze weg, en die weg is aangesloten op die hoofdweg, die levensweg naar het licht terug. Maar we moeten die weg weer terugvinden. We moeten die aansluiting weer vinden. Mm. En die vinden we alleen hier van binnen, mm. ja. En als we dat, als we dat uh, doorkrijgen en we gaan dat doen, dan krijgen we een andere wereld. En die is, dat, dat is al gaande. Als je ziet over de hele wereld hoeveel mensen er aan het mediteren zijn. Ja? Geweldig. Geweldig. He, bij volle maan of allerlei groepen. Meditatie. Geweldig. Ja? En dan, je ziet ook, je ziet dat dat resultaat heeft. Je ziet dat wereldwijd dat mensen wakker worden. Mensen gaan het niet meer accepteren. Die duistere macht. Mensen gaan niet meer zich van alles voor laten schrijven. He? Kijk eens naar nu, het actueel, ik zag dat voorbij komen van mensen in Canada, he? wat die aan het doen zijn. De yeah, Oh, geweldig toch? Geweldig applaus. He? Ja, die man, die Trudeau of die heet mag, die is ook maar een, een puppet. He? En die denkt, die denkt daar. Uh, uh, macht te hebben en uh, hij wordt het uh, hij wordt hij er wel bij materieel, maar ik wil niet met hem ruilen. Ja, en dat heb ik ook nee, ik... altijd gezegd in mijn loopbaan. Hè? Ik wil niet ruilen met mensen. Ik, ik buig niet voor het geld. Ik had, ik heb 40 jaar in praktijk gehad, Peter, en ik heb nog nooit, ik, heb, ik ben er, ik ben er niet rijk van geworden, maar ik was 24 uur was ik bereikbaar. Mensen konden mij bereiken. Ja. Ik was er voor mensen. Ik hield van mensen, omdat ik, ja, daar was daar lag mijn passie. Ik wilde ja. mensen, ja. of ze nog geld hadden of niet. Ik hielp ze altijd. Ja. Ja? tegenwoordig zijn er hulpverleners van 9 tot 5. Mm -hmm. En als, die, het moet wel betaald worden. Ja? Ik was uit een ander hout gesneden. Ik deed dat niet. Ik heb me ook nooit laten registreren. Dus ik deed, ging mijn eigen weg. Het was een dwarsligger, eigenwijs. Goed, dat ben ik dan. Yeah. Ja? En ik ben, ik ben nooit iets tekort gekomen. Ik heb geen dag zonder werk gezeten. Ja? Maar... Ik ben wel, ik ben rijk van binnen mm. en dan mag een ander in een villa wonen, mm. ja, met zijn titel. Ik heb mijn titel ook niet, uh, heb, ik, heb ik nooit gebruikt, vond ik niet belangrijk. Mm. Ja, Wat is het? ik wil mens zijn, medemens zijn. Mm. Je moet elkaar kunnen voelen. Ja, nou ja, om het af te ronden, het heeft um hoe zeg je dat? Je, 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 je innerlijk verlangen naar. Het voelt voor mij ook als een zoektocht naar, naar wat dan de waarheid is. Als je als klein jongetje al voelt, het klopt niet. Dat heeft, eh, om het af te ronden, nu inmiddels geleid tot een heuse uh, thriller, een roman. Uh, het leest lekker. Opnieuw, we gaan niet vertellen hoe het afloopt. Maar alle elementen die net genoemd zijn, die komen op, op hun eigen manier allemaal hier ook aan het licht. Ja. En dan kan de, de lezer zijn eigen conclusie trekken. En ik hoop dat veel mensen dit... En ze kunnen het rechtstreeks bij mij bestellen, Peter. En ik zal het uh, een mooie tekst inschrijven, signeren. <laughs> hè? En mooi, prima. Ja. Ik word er niet rijk van. Het gaat er toch niet om. Ik wil, ik wil alleen maar dat mensen inzicht krijgen. Dat ze de boodschap verstaan die ja. ik aan heb gelegd. Nou, het verhaal mag uh, aan het licht komen. En ja. dat hoort bij deze tijd. Ja. Ik ben heel blij dat jij uh, de gang naar de studio ook nog gevonden hebt. En, uh, nou, ik ben blij dat een... ik jou weer terug heb gezien. Ja, want lieve kijkers, als we het hebben over tijdgeest... Uh, ik, nou moeten we het afronden, maar wij hebben elkaar ontmoet... tijdens een tentoonstelling in het Drents Museum. In Assen. In Assen. In 20, nee, 2016. 2016. Ik was daar omdat ik veel kennis heb over Maya-kalenders... En met name wist dat rond 2012 er een grote omwenteling zou komen. En daar kwamen wij elkaar tegen en we raakten meteen niet uitgepraat. En eigenlijk is wat hier ligt een, een, een bewijs van dat we in een, echt wel in een speciaal tijdsgevricht zitten. waarin alles aan het licht komen is. Zeker. Um, ja, waarvan dit boek ook weer akte. Ja. Dit kon bij wijze van spreken 20 jaar geleden niet geschreven worden. Nee, was het, uh, ja. nee. het heeft ook een tijd gelegen. Want ik heb het pas... Het, de tijd was nog niet om het uit te geven. Ja. Als ik kijk wat dit boek, uh, dat betrof van Rome, even dit, als ik dit nog even mag zeggen, ja. uh, wat dit teweeg heeft gebracht. Uh, dat, ik zou je eerlijk vertellen, Peter, dat, uh, uh, dat heeft... It, ik heb, het, ik heb het geschreven. Het heeft een jaar of vier, vijf op de plank gelegen. En ja, niemand wou het uitgeven. Niemand wou het uitgeven, want uitgevers wilden hun handen daar niet aan branden. Ja. He, want het is toch een. een Iets bijzonders, de kerk, daar mag je niet aankomen. Hè? We hebben dus, die ja. deetman heeft daar onderzoek naar gedaan, naar al dat seksuele misbruik. Ke misbruik hè in de kerk. Ja, en ja. dat is ook allemaal, maar een deetman uh, die, uh, die, uh, die uh, was daar, die he, ging dat weer overdragen aan de wisschoppen. Dus dan was het ook gelijk klaar. Ja. Uh, ja dan was het gestopt. Maar uh, er is, en er zijn nog vele slachtoffers die nooit aan het woord zijn gekomen. Ja, en ik heb zelf in mijn eigen praktijk, en als ik dat uh, nog uh, ma mag uh, beschrijven... Uh, dat er een, uh, een jonge vrouw bij me kwam die op 17-jarige leeftijd... Uh, dus uh, toen ze uh, 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 ja, met zichzelf stoeide in haar ontwikkeling... en uh, er gingen nog biechten, uh, biechten, de biechten, dat was een sacrament... Uh, maar het was meer een controlesysteem natuurlijk, maar biechten... En dat ze dan dus daarover sprak, hè. Ze, ze, ze dacht, nou, dus je gaat uit dat die, die priester te vertrouwen is, hè. Maar, dus dat ze de hart blootlegde. En, en er was je heel nieuwsgierig naar, en hoe dan, en zus, hè. Nou, en als je met dingen zit, dan, uh, mag je ook wel op de pastorie uh, komen praten. Nou, en uh, wat ja. daar dan allemaal uit voort is gekomen. Echt misbruik. Dat, ja. Ik wil het niet verder in details gaan, maar dat, dat is afschuwelijk. Nee, en, maar dat is het machtsmisbruik wat je hier beschrijft. Dat heeft niks met seks te maken, maar met macht. Macht, puur macht. Ja, en dat is het verhaal wat je hier vertelt. En ja, laten we afsluiten. De, de macht ligt als kracht in onszelf. Precies. En uh, dat mogen we samen delen, en dat heb je ja bij deze duidelijk gemaakt um, we gaan afronden <laughs> Maurits. het was wel fijn om, om je na al die jaren weer te spreken hier en uh, met een nieuw boek uh, lieve kijkers u ook jullie ook bedankt voor het kijken en ik hoop dat je wat van opgestoken hebt het een prettig gesprek vond en ik hoop dan daarna ook tot een volgende keer dank je wel